De winter is voorbij en wij hebben enorm kunnen besparen op ons gasverbruik door gebruik te maken van de airco's en infrarood als verwarming. Wel 82% in vergelijking met vorig jaar. Dus wellicht is het slim om eens te denken aan maatregelen om ons huis verder te isoleren. We hebben een doorzoomwoning uit de jaren 70 met twee grote ramen van dubbelglas. Wanneer het heel koud is buiten, dan stralen deze veel kou af wat je als onprettig ervaart. Is het nou slim om deze ramen te gaan vervangen voor HR++ glas? En verdien ik dat terug met betrekking tot de kosten? Nou, laten we dat eens gaan berekenen. Even leuk om te melden is dat wij de Quinty-omkastingen van mei tot en met juli weer met korting mogen aanbieden als actie. Dus wil je een mooie en goede omkastingen voor je buitenunit, waar de luchtstroom van je warmtepomp niet wordt verhinderd, profiteer dan van deze aanbieding. Deze actie loopt tot het einde van juli, dus wees er op tijd bij. Even weer terug naar het glas. Op internet kwam ik een leuke berekening tegen over warmtebesparing van glas. Laat ik diezelfde berekening eens gaan toepassen op onze situatie. In onze jaren 70 woningen zitten twee grote ramen met dubbelglas van 1,90 meter bij 1,90 meter. In totaal dus 7,22 vierkante meter aan glas. Wanneer je gaat kijken wat het effect is van dubbelglas naar HR++ glas, dan speelt de warmtedoorgangscoëfficiënt, oftewel de U-factor, een belangrijke rol. De U-waarde drukt de hoeveelheid warmte uit die in de tijd per vierkante meter per graad tussen de ene en andere zijde van het raam doorgelaten wordt. Voor dubbelglas is dat globaal 2,8 en voor HR++ glas is dat globaal 1,1. Des te lager de U-waarde, des te minder warmteverlies je hebt. Het verschil in de U-waarde tussen dubbel en HR++ glas is 1,7. Laat ik even een aantal aannames doen en stellen dat een winter 90 dagen duurt en dat het gemiddeld 5 graden buiten is. Dan is het verschil tussen binnen en buiten 15 graden. Laat ik ook nog aannemen dat je ook nog een periode hebt van 90 dagen in het jaar hebt, waarvan het buiten 6 graden kouder is dan binnen. Wanneer ik vervolgens wil uitrekenen hoeveel warmte wij met HR++ glas besparen, dan moet ik de volgende rekensom maken. 7,2, dat is het oppervlakte van het raam, maal 15, is het verschil in temperatuur, maal 1,7, dat is het verschil in de U-waarde, maal 24 uur, maal 90 dagen, is 396 kilowattuur aan warmte. En daarnaast de tweede periode. 7,2 maal 6 maal 1,7 maal 24 maal 90 is 158 kilowattuur aan warmte. Samen is dat goed voor 555 kilowattuur aan warmte die je met HR++ glas kan besparen. 1 kubieke meter gas staat voor ongeveer 9 kilowattuur aan warmte. Dus wanneer ik die 555 deel door 9, dan bespaar ik door HR++ glas te nemen een kleine 62 kubieke meter aan gas. Nou, dit is eigenlijk zomaar een berekening die ik zelf zo even snel uit de losse pols heb gedaan en van internet heb afgeplukt. Dus laat ik ook even kijken waar ik op uitkom wanneer ik diezelfde berekening doe volgens Milieu Centraal. Ja, grappig, daar kom ik ook uit rond die 60 kubieke meter aan gasbesparing. Dus ik zal met mijn berekening redelijk in de goede richting zitten. Maar 62 kubieke meter besparing aan gas vind ik eigenlijk best wel weinig. Met een gasprijs van 1,40 euro geeft dat een besparing van 86,80 euro per jaar op. Ik heb even een offerteaanvraag gedaan en die komt uit op een bedrag van rond de 2300 euro. Dan is de terugverdientijd ruim 25 jaar. Is het vervangen van dubbelglas naar HR++ glas nou een goede investering? Ja, dat moet natuurlijk iedereen voor zichzelf uitmaken. Zelf vind ik de ramen best veel kou uitstralen als het buiten echt koud is, waardoor je het minder behagelijk hebt in huis. Dat is natuurlijk best wel wat waard. En nu lossen we dit probleem op door bij hele koude dagen nog iets bij te stoken met de radiatoren. Deze zit onder die ramen, waardoor er een soort van warmtedeken voor die ramen ontstaat. Dat voelt gelijk dan ook een stuk prettiger.
Al met al vind ik het zelf nog best een lastig vraagstuk. Ik ben dus ook heel benieuwd wat jullie mening hierover is. Laat het even weten in de comments. Tot de volgende keer.